Welkom bij HOS Vandaag. De onderwerpen in deze uitzending zijn Buren in zicht van Cello, deel 2, 4 oktober, Dierendag, KBO in Den Domp, de Vlooienmarkt in Haren en Gezien in de regio. In de vorige uitzending hebben wij u een reportage laten zien van Buren in zicht van Cello. Vandaag kunt u kijken naar deel 2. Mijn naam is Wilma Vermeer, ik ben 53. Ik doe vrijwilligerswerk bij Cello, hier in Haren. Dat kan op verschillende manieren. Ik ga op één woongroep, dan ga ik een half uurtje, een uurtje, dan gaan we knutselen met z'n allen. En dat knutselen hoeft dan verder niet veel voor te stellen, maar dan zitten te krassen met een stift op een papier, maar dan krijg je wel leuke kleuren. Maar ik ga ook één op één voorlezen bij Kees. De gewoonte is, dan krijg ik van Kees een kopje thee en dan gaan we samen in een kamertje zitten en dan ga ik voorlezen. En ik weet van Kees dat hij dat heel leuk vindt. Gaat het goed boven? Roept mama vanuit de gang. Heel goed, antwoordt Lisa. Heb jij wel eens zo'n heel klein babytje vastgehouden? Dat is leuk, hè? Maar dat mag ook als papa erbij is. Als iemand erbij is, mag je zo'n babytje vasthouden. Ik ben Half Moksel. Ik ben 60 jaar. Ik doe nu al 5 jaar vrijwilligerswerk binnen Cello. Ik doe hier de creatieve dagbesteding. Begeleid ik verschillende cliënten met het maken van hun producten, waar zij hun dus zelf goed in zijn. Wat ik ontzettend leuk vind om te doen, vooral de kunst mee maken, begeleiden, nieuwe technieken aanleren. We gaan eerst verf klaarmaken, hè? Ja, even ja? Verf klaarmaken, ja. En de rode verf gebruiken vandaag? Ja, dat is altijd. Ruud bijvoorbeeld, die is heel goed in of blokjes inkleuren of inschilderen met een palet. Of wil het fijne schilderwerk, letjes binnen de lijntjes. En dan kwam Maarten erbij. En nu? Toen ik voor mijn vak werkte, dan was het niet altijd leuk wat ik ging doen met de bewoners. Soms ging ik ze in bad doen op het moment dat ze eigenlijk niet wilden. Soms moesten ze dingen eten die ze eigenlijk niet lusten. En nu ga ik dingen doen die altijd leuk zijn. Het voegt voor mij toe dat ik toch nog iets kan betekenen voor iemand, voor mensen sowieso. En dat is voor mij op dit moment heel belangrijk. Dat is voor mij op dit moment heel belangrijk. Op dit moment, de kinderen zijn alle drie de deur uit. Wij hebben 3 dochters en die wonen alle 3 erg leuk. Ieder op hun eigen hoekje, in hun eigen huisje. En, maar dan heb ik niks meer. En de neuroloog heeft toen tegen mij gezegd, Bram, blijf de dingen die je leuk vindt, blijf die doen. En dat doe ik dus. 14 jaar ben ik sportmasseur geweest. Van daaruit ben ik dus ook binnen Cello binnengekomen voor de voetmassage. Dat ik bij vrienden van mij had gelezen in een boekje voor vrijwilligers die ze nog zochten. En daar ben ik dus bij uitgekomen. En sindsdien ben ik dus eigenlijk ook vast hier begonnen. En daarna ben ik dus in de WW gekomen en is het eigenlijk alleen maar uitgebreider geworden, heel mijn vrijwilligerswerk. Ja, het werk binnen Cello, ik vind dit belangrijk om dit te doen, omdat ik nou echt in vrije tijd werk en ik kan het allemaal rustig aandoen en ik kan iedereen de extra aandacht geven die ze willen hebben op dat moment. De dankbaarheid is veel groter bij deze cliënten als in de normale maatschappij, zullen we maar zeggen. En daar kan ik mijn accu gewoon weer mee opladen om lekker verder te gaan. Het zaten 4 bewoners, zaten toch om me heen. Het zat ik ook voor te lezen. En het zat een van die bewoners, ik denk, hij slaapt, hij pikt er niks meer van mee. Maar goed, ik heb mijn verhaal voorgelezen en toen was het verhaal uit. En toen, dat was een sprookje, ik zeg, en ze leefde nog lang. En toen zei hij,
Gelukkig. Ik denk van, oh, hij kreeg het wel mee, hij heeft het wel meegekregen. Ik heb nu de 16e om 11 uur. En die heb ik nou. Ik heb geleerd van deze bewoners allemaal tevreden te zijn met de hele kleine dingen. Tevreden te zijn met dat, toch dat kleine beetje aandacht die ik ook van hen krijg en die ik dus dan hen ook kan geven. Tot volgende week. Ja. Houdoe. Houdoe. OBS De Hasselbraam in Haren schonk op een speciale manier aandacht aan Dierendag. In presentatie door Karel Dogge. We gaan beginnen. Hier zien jullie een vierkantje staan. Meneer Karel, die zal direct een van jullie roepen en dan mogen jullie daar in de vierkant mogen jullie kleine voorwerpjes wegleggen en die zal de hond direct op gaan zoeken. En dat zal gaan doen de hond van Peter Paggi. Peter die geeft zijn hond de opdracht zoeken, dus hij weet het vierkant. En dan moet de hond, die moet het voorwerpje netjes oppakken en netjes terugbrengen naar de baas. Moeten we stil zijn, anders wordt hij afgeleid de hond. Ja, eentje is er binnen. Netjes terug naar de baas toe. Houd netjes tussen zijn tanden. Jan. Ja, Karel. Nog bedankt jongen dat je hier gekomen bent vandaag bij de school, de Hasselbraam. Want het valt natuurlijk niet mee om een pakwerker aan te komen zo naar de schei. Jij bent er ervaren in. Jij hebt in Eindhoven geweest, de Nederlandse kampioenschappen meegedaan een paar maanden geleden. En daar wil dat nog wat zeggen. Ik zie het in het belang van de KNBV voor de toekomst. Dat toch jonge mensen daarmee geconfronteerd worden. Omdat het ledenaantal natuurlijk wat terugloopt. En het is natuurlijk wel de bedoeling dat de KNBV in de toekomst behoudt. Ja, we hebben vanmorgen al wat uitleg gekregen van het bestuur van de KNBV. Want we hebben vanmorgen een film gedraaid voor de kinderen, voor de bovenbouw. Die kinderen die hebben wel zo genoten. En die hebben ook iemand gezien met het pak aan. En dan worden vragen gesteld, hoe dik is het pak? Het pak van jou, dat hier, jij nou al net de lach vanmorgen ook daar. Konden de kinderen aan voelen en dragen en de zwaarte. Ik weet niet waar zo'n pak zo weegt als je hem uitwerkt. En gevoel het dan, waar weegt zo'n pak dan? Zo'n pak weegt gemiddeld 25 tot 30 kilo. Goed op de hond letten. Hond die gaat op de tas liggen. Baas die gaat gewoon weg. Ja, de bescherming bestaat eigenlijk uit een leren pak met jute filter in. En daar overheen zit een jute pak, een beschermpak. Daaronder hebben we ook nog op bepaalde bijplekken hebben we neopreen bescherming. Zodat je ja, niet helemaal bont en blauw gebeten wordt natuurlijk. Denkt die boef, hè? Dus hij gaat er naartoe? Nou, echt niet. Afblijven. En nou moet hij. Nou moet hij weer terug naar de tas. Ja, keurig gedaan. Door Karel. Die gaat er tegenin. Ja, hij is onverschrokken. Hij denkt van nou, ik pak hem gewoon vast, hè? Hebben jullie vanmorgen op het filmpje gezien? En nou zien jullie het in het echt, hè? Officieel, als je pakwerker bent binnen de KNBV, dus je bent een gediplomeerd pakwerker, dan mag je pakwerk maken op keuringen en wedstrijden tot 45 jaar. En moet er dan ook elk jaar gekeurd worden bij een dokter of bij een specialist of zo? Of hoe gaat het er eigenlijk in zijn werk? Nee, dat is vanwege de verzekering. Moet dat om de 3 jaar moet een pakwerker zich laten keuren. Dat is een conditietest en er wordt urine afgenomen en een bloedtest. En er wordt gekeken naar je suikerspiegel, naar je bloeddruk. Ja, ja. Dus dat is wel heel belangrijk. Hij wil die fiets pakken. Hey. Afblijven. Afblijven. Nou, hij gaat weer netjes terug naar die fiets.
Hij gaat weer mooi bijliggen en zeggen van nou, die fiets is van mij. Nou, keurig gedaan hè. Prachtig. Zeker in het belang van de KNPV, dat de kinderen er toch iets van opsteken, dat ze weten hoe het in elkaar steekt. En dat ze dan misschien later in de toekomst zelf ook, als zij affiniteit hebben met honden of met dieren, dat ze daar zelf misschien ook een hobby van kunnen maken. KBO Haren is bijzonder actief. Wij hebben een reportage gemaakt van de KBO-dag in Den Dom. Wij zijn hier in cultureel centrum Den Domp in Haren. En ja, ik mag u welkom heten eigenlijk vanuit de Gouden Mix. De Gouden Mix, een muziekgezelschap uit Tilburg. Die specifiek als senioren, voor senioren, voorstellingen geeft in eigenlijk heel Brabant. Wat wij hier vanmiddag in Haren gaan brengen voor de KBO is een show, een muzikale show, Ons Heerlijk Brabant. En Ons Heerlijk Brabant gaat eigenlijk over het hele Bourgondische zoals wij dat als Brabanders kennen. In een heerlijk dorpje, bekend met de kerk, met de pomp op het plein, het café. En in dat café, daar is onder andere thuis het koor, het guld en de reisvereniging die daar hun bijeenkomsten en hun repetities houden. Niet voor de priester heer of het antiek. Kom hier alleen maar heer voor de muziek. En het is enerzijds sketches, toneel, acteren dus, maar ook een 40-tal liedjes die zeker voor onze doelgroep allemaal zeer herkenbaar zijn. We hopen in ieder geval dat u er ontzettend van gaat genieten en dat men ook gaat meezingen, want daar is het ons op te doen en dat geeft onze voldoening om dit werk te blijven doen, onze hobby uit te voeren voor heel veel mensen die daar behoefte en belangstelling voor hebben. Als degene die dit zien, want het stuk wordt ook opgenomen, denk ik. Nou, dan raad ik toch de mensen aan, ook de jongelui, vooral die van 55 en misschien zelfs nog wel jonger, maar ook de ouderen, om bij onze toneelclub te komen. Het is zo'n geweldig leuk gebeuren. En ik weet het wel, de meesten die haken af en zeggen, ja, maar ik kan het niet onthouden. Jawel, dat kun je best onthouden. Maar kom een keer kijken op dinsdagmorgen tussen 9:30 en 11:30. Doen, echt doen. De Vlooienmarkt in Haren, georganiseerd door de carnavalsvereniging De Struivenwijners. Zaterdag 6 oktober van 1 tot 4:30 kon men op de gezellige Vlooienmarkt echt snuffelen tussen de uitgestalde spullen. Er was van alles te vinden, zoals boeken, elektrische apparaten, glaswerk, servies, speelgoed,
en Curiosa. Ja, gemiddeld een klein verslagje van de rommelmarkt hier uit Haren. Nou, zoals je kunt zien, krielt het hier van de mensen. Die allemaal hier gezellig komen snuffelen. En zoals je kunt zien, we verkopen fietsen, we verkopen schilderijkers, kinderwagens, alle keukengrij, al wat je hebt op zolder. Waar je denkt van, nou, dat is toch nog goede spul. En het is eigenlijk zund om weg te gooien naar de gemeentewerf. Breng het ons en bel ons en dan komt het helemaal goed. Meestal de Haarse mensen die bellen naar het gebruikelijke nummer wat in het Haars klokje staat. Of reageren via het e-mailadres. En dan komen we altijd vanaf februari. Eind februari tot en met aan oktober, dat de rommelmarkt is, komen wij de spulletjes bij u ophalen. De rommelmarkt wordt eigenlijk elk jaar georganiseerd om carnaval in Haren mogelijk te maken. En vanuit CV De Struivenwenners kunnen we dan de optocht daarvoor doen, jeugdcarnaval ondersteunen en een aantal andere activiteiten rond carnaval. Ook voor komend jaar, bel ons gerust of e-mail ons. Dan komen wij graag de spullen ophalen. En zoals u ziet, doet hij dan meteen het verenigingsleven een warm hart toedragen. Dus ja, daar zijn wij wel heel erg blij mee. Dank aan de mensen die ons afgelopen jaren natuurlijk hebben gesteund daarin. Landgoed Nemelaar was vroeger een heerlijkheid, een adellijk bezit, met een heer die in kasteel Nemelaar woonde. Hos TV geeft in 4 afleveringen aandacht aan de laatste slotvoogd, Anton van Oorschot, de mooie omgeving, de prachtige vertrekken en de verwoestende brand van 1969. Noteer de uitzending van Hos TV alvast in je agenda. Op zondag 30 september werd in Berlicum de jaarlijkse Dag van het Trekpaard gehouden. Voor toepassingen in landbouw, handel en industrie was vroeger een sterk en gespierd paard met een rustig en betrouwbaar karakter nodig. Het zogenoemde trekpaard. Dit jaar gebeurde dat met een historische optocht, ploegwedstrijden, demonstraties en speciale shows en bijzonder kindervertier. Het werd een waar spektakel met het trekpaard in de hoofdrol. Er werd begonnen met ploegwedstrijden. Dat zie je bijna nergens meer op het platteland. Het is echt een bijzondere bezigheid om mens en dier op die manier samen te zien werken. Indrukwekkend is de kracht van een span trekpaarden. Zij gebruiken hun trekkracht om het enorme gewicht van hun huidige tegenvoeter, de landbouwmachines, in beweging te krijgen. Op het hoofdterrein waren er intussen andere activiteiten, zoals het stroodorp met producten en materialen,
en demonstraties op het gebied van trekpaden in het algemeen. Het ras heeft een schofthoogte van rond de 1,60 meter en is daarmee middelgroot. Het lichaam is plomp en gespierd, met korte benen en een vrij klein hoofd. Het gewicht ligt gewoonlijk tussen 750 en 1000 kilogram. Voor zo'n zwaar paard heeft het een bijzonder lichte, energieke stap. De draf is ruim en gemakkelijk. Het Nederlands trekpaard wordt nu voornamelijk nog gebruikt voor de recreatie, buitenritten en licht dressuurmatig werk. De organisatie van de Dag van het Trekpaard was in handen van de vereniging Het Brabant Spant. Die vereniging heeft zich ten doel gesteld de werktuighulp van de boer van vroeger op een recreatieve manier weer terug te brengen in deze moderne tijd. De Hongaarse post is een piramide die gevormd wordt met 12 paarden. Voor staan er 3, in het midden 5 en achteraan staan er 4. De middelste dragen een stang. Er balanceren mensen op de paarden die met elkaar een piramide vormen tot wel 4-5 meter hoog en dat alles in draf.
Speciaal voor kinderen was er het vliegend tapijt. Daarbij nemen kinderen plaats op een mat achter het paard, waarna zij rondgetrokken worden. Ze konden ook nog gaan touwtrekken tegen de paarden. Niet één op één natuurlijk, maar in grote groepen. Trekpaarden zijn het middelpunt van deze show. De paarden zijn super getraind op alle onderdelen. Niet alleen in wat ze laten zien met hun vaste menners. Maar ook het touwtrekken en het vliegend tapijt worden het hele jaar door met hen geoefend. De paarden weten dus hoe het voelt en wat er van hen verwacht wordt. De dag van het trekpaard had een vol, afwisselend en spectaculair programma. Voor jong en oud. Iets om voor volgend jaar in uw agenda te noteren.